Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Is een goede morgen, hè? Ja! Jordi en Liam hebben allebei al hun flesje gehad. En het is normaal 8:30, dus we hebben nog een hele ochtend. Ja! De verkoudheid bij de kindjes is al een heel eind minder. Ze snotten allebei nog wel. Je kan horen dat ze last hebben van wat snot in de neus. Maar voor de rest is er eigenlijk niks meer te vinden. Nou is het wel zo dat Jordi eigenlijk 24/7, 365 dagen in het jaar eigenlijk een beetje chronisch snottert. Maar het is gewoon heel eventjes kijken hoe en wat vandaag. Maar koorts en zo hebben ze allemaal niet gehad. Dus ja. En hij heeft zichzelf gekrapt, net voordat ik zijn nagels ging knippen. Ja, heb je zelf gewoon gekrapt, hè? Hij was zo aan het knuffelen met de knuffeltjes dat hij zichzelf zo krapte. Ja, toch, hè? Ja. Ja. Maar ik krijg ze niet heel kort. Ik doe dat met een met zo'n nagelknippertje. En zijn nagelbedjes zijn nog vrij kort. Waardoor dat hij zeg maar toch het witte gedeelte. Dat hij toch zeg maar altijd nog wel blijft houden. Dus ja. En te kort knippen is het ook niet goed. Dus ja. Dat is nou eenmaal zo, hè. Je hebt weer tenenkaas. Mama, jou helemaal gisteren gewassen. Dan heb je weer tenenkaas. Wat is er, Jordi? Oh. Jordi is aan het spelen. En zijn Po deed het niet meer. Dus mama had Po gemaakt. Even een nieuw batterijtje ingedaan. De Duracell was leeg. Ja, er zit geen Duracell in. Maar trouwens. En toen was het weer tijd voor zijn fles. Hij ligt al half te slapen. Hij is een beetje moe. Maar wat wil je ook, hè? Met allemaal spelen en zo. Ja. Liam heeft ook zijn fles gehad. Die ligt nou in zijn zitzak. En ik ga hem zo eens eventjes naar bedje brengen. Als hij zijn flesje op heeft. De kinderen hebben bijna de hele middag gekrijsd en vanavond Liam ook nog. Uiteindelijk ben jij met Liam gaan wandelen. Ja, want de rust hadden wij toen. Jordi is toen op een gegeven moment naar bed gegaan. Die is gewoon gaan slapen zonder moeilijkheden. En Liam is daarna nog wakker geworden. Nu liggen ze allebei lekker als roosje te slapen. En ik hoop dat dat vannacht ook zo blijft. Mijn kapot, man. Nou gaan wij als een roosje slapen. Dat hoop ik ook, ja. Welterust allemaal. Welterust. Een hele goede morgen. Wij gaan eventjes naar de winkel. Jordi heb ik net afgezet bij fysiotherapie. Ik ga gewoon verder lopen, want het miezet een beetje. Zo, ik heb een paar boodschapjes gedaan. Jordi daarna opgehaald. En nu zijn we even fruitje aan het eten. Ik doe dinsdags, als Jordi therapie heeft, doe ik meestal gewoon fruit uit het potje geven. Dat is niet omdat ik lui ben. Maar dat komt namelijk om het feit dat Jordi dan... Ja, we zijn net terug. Hij is net dit aan het eten. En om 10:30 komt Liam weer voor een fles. Dus dan kan ik het allemaal net niet halen. En aangezien hij toch een bepaalde tijd heeft waar hij eten nodig heeft en alles. Plus hij heeft net fysio gehad.
Dus hij heeft ook hard gewerkt. Dus ja, dan wil je toch even wat eten. Dus vandaar dat ik eventjes met een potje doe. Dit is appelpeer framboos. En ja, is toch wel belangrijk, vind ik, dat hij dan toch snel eet. Dat heeft hij ook nodig. Heb je goed je best gedaan, hè? Had heel goed gewerkt, zei de fysio. En Liam ligt hier voor mijn neus, want als ik uit zijn ogen verdwijn, dan is het gillen. Gisteren had hij volgens mij een regeldag. Want het was gisteren een en al schreeuwen, 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 schreeuwen. Het was zelfs zo dat Jordi, toen ik langsliep bij Liam, pakte hij hem aan zijn been vast. En toen zei ik van, wil je een knuffel geven of een kusje geven aan je broertje? En toen duwde hij hem weer weg, zo van, nee, hij zit hier te schreeuwen, zijn schuld. Maar verder is Jordi wel heel lief voor hem hoor, want hij heeft niet hard getrokken of zo. Dat doet hij dan niet. Hij was gewoon heel lief, maar ja. Het is gewoon zo. Hé jongen? Ja. En jij ook hè? Oh ja, jij hebt ook al honger hè? Ja. Hier zit al iemand te smekken. Het is tijd, de hoogste tijd. Flesje erin en geen gezelligheid. Ja. Ja. Kleine Brabbel komt. Dat is een lekker stukje, hè? Ja. Ja. Een lekker ding. En je grote broer gaat slapen. Alles ligt gewoon lekker in bed. Yes! Hopelijk blijven ze even slapen. Gaat mama eventjes eten. En hier aan de gang. Nou hopen dat Joef nog meewerkt. Dat is een puppy, hè? Ik heb te vroeg gejuicht. Ja, mama te vroeg gejuicht. Ja, mama te vroeg gejuicht, hè? Ja. Het tikken me toch. Het tikken me toch. Ja. Wat voor tikken me? Ja. Wat het is wat, hè? Ja. Dus. Ik heb gewoon te vroeg gejuicht. Maar ik heb wel mijn boterham kunnen eten. Tot dan weer. Ik was straks in de winkel. En ik zag deze. Ik denk, oh, Clinic Clowns. Wacht even. En dan moet ik altijd even kijken. Hè. Toen zag ik dat als je zo'n speen kocht, dat er dan 1 euro naar de Clinic Clown gaat. Naar de stichting. Of ik weet niet precies hoe dat zit. Maar ja, Liam... Na. Maar het is dus zo dat er 1 euro dus naar de Clinic Clown gaat. Volgens mij is het een stichting of een... ja, het is in ieder geval, het is heel belangrijk. Jordi heeft in september toen in het ziekenhuis gelegen. Nu zou hij het waarschijnlijk wel leuk vinden. Maar toen had hij nog niet zoiets daarmee van ik vind dat leuk. Maar ook daar waren de Clinic Clowns en die deden echt hele goede dingen voor de kindjes. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik had toch een speen nodig. Dus ik had zoiets van, nou dan pak ik deze speen. Want ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat als je dan toch zoiets nodig hebt, om het dan ja, gelijk eventjes mee te steunen. Zo doen we bijvoorbeeld ook dat als we naar de McDonald's gaan,
gaan we niet heel vaak. Maar als we daarheen gaan, dan doen we ook altijd geld in de spaarpot voor Ronald McDonald Huis. We hebben daar gezeten. Als je heel wat vlogs terugkijkt, dan weet je dat. Het is gewoon heel erg belangrijk dat zoiets er is om ja, sowieso dichter bij je kind te kunnen zijn. En ook bijvoorbeeld 's nachts, dat als er iets aan de hand is, dat je niet van ver hoeft te komen. En dat je gewoon in principe allebei je ouders als kind zijn in de buurt hebt. Zodat je toch die steun kan hebben. Dat is gewoon echt hartstikke belangrijk voor een kind. Maar ja, dat gezegd hebbende, ik heb dus deze gekocht. En daarvan gaat er dus 1 euro naar de Kliniek Lounge. En ja, het is gewoon zo belangrijk voor die kindjes. Je ziet gewoon echt dat kindjes daarvan opbloeien. En ja, ik vond het een heel mooi gezicht in ieder geval. Hey, het is wakker. Zo komt toch niemand jou zien? Ben je maar wakker? Heb je met je ogen gedaan? Moet je deze kant op. Een beetje rood zicht je, hè? Ja. Wil jij zelf vasthouden? Maar dat helpt toch niet? Lekker geslapen? Heb jij lekker geslapen? Gaan we jou eventjes uit bed halen? Ik ga heel eventjes hem uit bed halen. Liam slaapt als het goed is nog. Dus ik kan heel eventjes lekker tijd aan Jordi besteden. Jordi ligt al te slapen en deze kleine vent is nog wakker. Die wil nog niet slapen. Nee. No. Nee, jij wil nog niet slapen, hè? Ja. Dat ben jij. Heb je te grote ogen als je verbaasd bent? Zet je vingers lekker, jongen. Mama houdt van je. Liam slaapt eindelijk. Die had er geen zin in vandaag. Maar goed. Wij gaan lekker een beetje doen. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.